achter, dus ik heb haar een glas stroop soesoe gegeven. Ja. En ze zit hier achter, ja. Ja, oh, waarom zeg je dat niet eerder? Ja, ga nou, ga nou maar. Ga jij dan niet? Huh? Dus, ze is wel een beetje mollig. Ja, ga jij nou die agenda punten? Ga ik daar naartoe? Waarom heb je dat niet eerder gezegd? Ja, maar je was zo druk bezig. Ah, joh, ga jij die agenda punten? Nou. Ik ga even met jullie de agendapunten doorspreken voor de volgende keer. Normaal gesproken is de voorstelling van Eugenie de tweede zondag van de maand. En dat zou dan de tweede zondag in mei zijn. Maar de tweede zondag van de maand mei is Moederdag. Dus het wordt verschoven naar de derde zondag. Dat is natuurlijk een gelegenheid. Als u niet weet wat u voor uw moeder moet kopen, dan kunt u dat natuurlijk alvast aan haar geven. Een kaartje voor de voorstelling. Ja? Dan kunt u samen met haar naar de voorstelling gaan. Net heb ik een liedje gezongen, dat heet Adoe. Dat staat op deze cd, die kunnen jullie ook aanschaffen. Die kost iets van 10 euro. Verder heb ik hier een boekje, dat heet Noni Champo. Die kunnen jullie ook achter allemaal bestellen en kopen. Ik heb zelf een USB-stick, een verhaal van Tante Eus in het petjo. En dat kost 10 euro. Wat kan ik nog meer vertellen? Jullie hebben zo net het koor Seni Suari zien optreden. Jullie weten, als jullie nog belangstelling hebben en jullie vinden het ook leuk om te gaan zingen, kun je altijd melden bij Nance. Dan kun je daar inschrijven. Want tenslotte, je komt dan ook overal, je komt dan ergens, je maakt contact met leuke mensen. En voor je twee sta je hier op het podium. Ja, toch? En verder kunt u natuurlijk ook vriend worden van het theater. Dan krijgt u een korting op de voorstellingen. En als u vriend wil worden van het theater, dan kunt u zich melden bij een van de medewerkers. En dan kunt u zich daar inschrijven. Wat heb ik nog meer te vertellen? Oh ja, natuurlijk, deze middag zijn natuurlijk leuke gasten geweest. En ik heb de eer om de aankondiging te doen van de achternicht van Tante Eus. Ja, dat is toch wel een hele eer, hè? Hooggeëerd publiek, ik vraag uw aandacht voor de enige echte achternicht van Tante Eus. Verwelkomt u haar met een warm applaus. Hier is Miss Molly! Hello! Hello, Utrecht! I like to be here and I like to be songs for love. It's all about love, what I sing. And perhaps you like to sing of I like to sing for you. Do you want it? Yeah. Okay, then we can start the music. Yes. How much do I love you? I tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How many days it is do I think of you? How many roses I sprinkled with you? How much would I travel to be where you are? How far is the journey from here to the sky? And if I ever lost you, how much would I cry? How deep is the ocean? How high is the sky? Oh, baby, 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 baby.
Why don't you see me? Oh, I love you. I love my heart. All my body. With my soul. Please, open me your arms, dear. Please, here I am, this one. How much would I travel to be where you are? How far is that journey from here to the sky? And if I ever lost you, how much would I cry? How deep is the ocean? How high is the sky? Baby, my baby, baby, baby. Yes. The second song, I'd Like to See You, and for my baby, baby, baby. Well, start the music, please. I'm confessing that I love you. Tell me, do you love me true? I'm confessing that I need you. Honest, I do need you every moment. In your eyes I see that strange scene, but your lips deny that truth. Will you answer really change scene, making me blue? But someday you'll leave. You leave me, saying, can't we still be friends? If you go, you know, you grieve me. All in life on you depends. Am I guessing that you love me? Dreaming dreams of you in fame. Am I guessing that you love me? Over again. Come on, baby. That's it. I'd like to have a baby from you. I asked you before, but you didn't say if you want. But someday you leave me, saying, can't we still be friends? If you go, you know you'll grieve me. All in life only depends. Am I guessing that you love me? Dreaming dream of you in fame. I'm confessing that you need me over again. Over again, yeah. Over again, again. Thank you. Wait for me. Wait for me, please. After the scene drive. Je wil ook allemaal nog een liedje zingen dat ik zing. Yeah. So I do. The last one. Okay, there we go. It's also for you, dear. Fish gotta swim, birds gotta fly. I've got to love one man till I die. Come till love and that man of mine.
Tell me spacey, tell me slow. Tell me I'm crazy, maybe I know. Come till love and heaven of mine. When he goes away, that's a rainy day. When he comes back, that day is fine. The sun will shine. He can come home as late as can be. Home without him ain't no home to me. Come. Love and that man of mine. When he goes away, that's a rainy day. When he comes back, that day is fine. The sun will shine. He can come home with as late as can be. Home without him ain't no home to me. Come till love and that man of mine. Come till love that man. Of mine, Ruby, please. Thank you. Thank you, Utrecht. Thank you. Geweldig, hè? Maar ik vond haar een beetje, toch een beetje mollig. Ja, ik zou jullie nog het... mollig, ja? Klemtoon, oké. Ik zou jullie nog het tweede gerecht uitleggen. Ik heb nu als tweede gerecht orak arik gemaakt. Nou, wat ik gemaakt heb, soms is het heel verschillend met anderen. Maar in principe heb ik eerst gewoon wat... mager runder gehakt, heb ik fijn gebakken, fijn gerold, dat het gerold gehakt is. Daarna heb ik spitskool gebruikt. Die heb ik heel fijn gesneden. Verhitte in de pan erbij gedaan. Flink geroerd, ik heb wat kruiden erbij gedaan. Ik heb naar mijn smaak wat sambal erbij gedaan. Wat pepers heb ik eraan toegevoegd. Zout en peper. Maar ik vond het toch een beetje flauw, dus ik heb ook een klein beetje gula java eraan toegevoegd. Hebben jullie gezien hoe ik die gula java sneed? Niet naar mij toe, maar naar me af. Daarna, toen ik dit allemaal zo aan het klaarmaken was, heb ik twee eieren geklutst. Jullie snappen het idee al van waarom doen wij dat zo? En de Nederlanders zo. Wij zijn... vrijgeven. Dat er is inhalen. Ja, dat weten jullie niet, hè? Maar toen de mensen uit Indië naar Nederland kwamen, toen werden de huisvrouwen, zeg maar, begeleid door maatschappelijk werkers. Dus je zag gewoon al die vrouwen die gingen zo snijden. Toen zeiden die mensen, die maatschappelijk werkers, nee, dat is fout, je moet zo. Toen zei een van die dames, smaakt de aardappel dan anders? Nou ja, ik heb in ieder geval twee eieren geklutst. En die heb ik aan toegevoegd. En dan ben ik blijven roeren totdat de eieren gestold zijn. En dan heb ik het klaar. Orak arik. Goed, zusje! Nou, ik heb begrepen dat
mijn smolie nog een beetje heeft gezongen hier. Vonden jullie het leuk? Ja! Oké. Okay. Lar, het is toch altijd zo, de liefde inspireert, hè? Je kan alle kanten ermee uit. En ik heb je al gezegd, het is al begonnen met dichters, schrijvers, componisten. Het begon eigenlijk al, in het begin, met Adam en Eva. Ja, Peter toch? En Grietje. Ja, Peter en Grietje. En dan heb je Orpheus en Eurydice. Jan en Piet. Dat ook. Dat ook, Jan en Piet. En wie heb je dan nog in? Tristan en Isolde. Geertje en Jannie. Geertje en Jannie. En wie hebben we dan nog meer? Romeo en Julia. Maxima en Willem-Alexander. Bonnie en Clyde. Tante Eus en de Kebonkokkie. Nou ja, Lars. Het is zo dat als je het al, net zoals ik al bijna 50 jaar met iemand uithoudt. Ja, hij zit, hij staat daar, daar. Dan moet het toch wel echt je liefde zijn, ja toch? En ik dan? Nee? Jou neem ik en bij. Soms heb je iets nodig voor de afwisseling. Hè? Ja. Hoe dat ook, ik heb een liedje geschreven waarbij je zegt van, nou, dat is duidelijk van, jij hoort bij mij. Dat ga ik voor jullie zingen. Dat heb ik dus voor hem gemaakt, maar ook een beetje voor hem. Beter maar. En ik zou het leuk vinden, ik heb dat koor van Zeuven hier gezien, als jullie het meezingen. Het is niet zo moeilijk. Ruby, zou jij hun een beetje op willen pakken, dat ze dat meezingen? Het hoeft niet alles, het refreintje bijvoorbeeld, en het is niet zo moeilijk, ja? Ik zal het al beginnen. Ik neem deze microfoon, Karin, ja? Oké. Okay. En het liedje is getiteld Jij hoort bij mij. Oké. Okay. Lief melodietje, hè? Jij hoort bij mij. Ik ga huilen. Jij hoort bij mij. Als jij 's morgens uit je bed komt, de warmte je omringt, bij de wastafel je uitkleedt, met een washandje verfrist, als je haar op aangekomen staat en je ogen nog niet zwart, jij ontmoet mij in de spiegel, weet het dan naartoe mij. Help mij even mee, jij hoort bij mij. Als wij op een late middag de zon zien ondergaan, door de herfstbladeren wandelen met de regenjassen aan, overdaagse dingen praten, elkaar vertellen wat ons maakt, en je hand mij stevig vasthoudt, weet dat dat er door mij gaat. Jij hoort bij mij. Goed zo. Jij hoort bij mij. Jij hoort bij mij. Jij hoort bij mij. Zo van mij. Als wij oud en moe vandaag niet in staat zijn om te gaan, ons door zorg laten omringen en de geestdrift ons verlaat, wil ik jou toch even melden wat er door mijn denken gaat. Hoor ik jou zelf zo liefde voel. Dank je wel, lieve.
En jullie hebben het al gehoord van Jeffrey. De eerstvolgende voorstelling is op 19 mei. Ja, heb ik ook een leuke gast en ik heb hier een ketchup specialist. Heb je niet verteld nog? Nee, een verrassing. En nog een andere, dat is een verrassing. En ik zie jullie graag terug. Je kunt nu alvast reserveren, want er zijn nog zoveel mensen die teleurgesteld zijn geweest omdat het vol was. Ben ik blij om. En dat is mede, heb ik mede te danken aan John van Hezen, die daar staat met zijn tjampoer. Dankjewel, John. Daarom is het de laatste keren steeds uitverkocht, dankzij jou. Ik dank mijn gasten, Han Denen en Rubianto Sutanto en het koor Senusuari. Ik dank mijn medewerkers, Suus, Suzanne en Rianne. En last but not least, Karin van Ektinger aan het licht en geluid. Je moet ontzettend veel doen. Sri en Henny, jullie gaan zo meteen lekker eten. Maar wij gaan eerst ons afscheidliedje zingen. En dat liedje is dat wij elkaar weer terugzien. Ajo. Doe maar, Karin. Kom je erbij, Jeff? Wij zien elkaar binnenkort nog dit jaar. Ja, wij zien elkaar, dat is toch zonneklaar. Laat dus geen traan, ik kom terug, neem dat aan. Eugenie start weer opnieuw van vooraf aan. Verlang je naar meer en mijn gasten charmant. Zo verrassend steeds weer zo muzikaal interessant. Zeg dus nooit nee, maar zeg ja, ik ga mee. Eugenie verrast u allen. Nogmaals, dames en heren, ik dank voor uw komst hier. Ik bedoel, sommigen zijn van heel ver gekomen en dat, nou ja, dat apprecieer ik zeer. Ik stuur hem graag. Kijk, ik krijg bloemen van hem! Dank je. Eugenie staat weer opnieuw van vooraf aan. Kom je erbij? Het was toch leuk deze keer, dus verlang je naar meer. En mijn gasten charmant, zo verrassend steeds weer.